Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is alweer maandag. Het is bijna 10:30. Ik ben moe. Oh, ik was vroeg wakker, Ilayla en zo. Ik heb al... Ik heb al een wasje gedaan, afwas. Ik ben al zo druk bezig geweest. Ik ga nu even zitten, koffie drinken. Ilayla ligt op bed, maar ik zie dat ze de balkon schoon gaan maken. Dus... En Ilayla slaapt aan het balkon. Dus ik hoop niet dat ze wakker wordt. Maar, oh jee, ik ben moe. Het is heel erg grauw en grijs buiten vandaag. Het is echt niet leuk. Het is heel slecht beeld. Of beeld gewoon. Heel slecht licht om foto's te maken. Jammer. Maar, een nieuwe week. Mama. Van wie is dat liedje? Ja, maar dan zingt ze I'm a cool girl. Nee. We hebben vandaag een omeletjesdag. Ik heb een broodje met kaas en een spiegeleitje. Ilayla heeft een broodje infused met ei en dan gebakken. En Ferry heeft een uitsmijter. Is die lekker? Ja. Heerlijk. Nou, sorry. Ik wou zeggen guten appetit. Bon appetit. Guten appetit. Guten appetit. Wat is jouw mooi staartje? Nou, jullie hebben wel door dat maandag niet mijn meest favoriete dag is, want... Ik zit een beetje in het donker. Ah, jeetje, ik moest dik niezen. We hebben net de nationale gezondheidstest gekeken. En toen hadden ze het over kristalsuiker, dus dat suiker past in een gezond voedingspatroon. Dus Ferry gaat nu een pannenkoek maken met suiker. Echt erg. Morgenochtend heb ik om 10:00 een wijnproeverij. 10:00 is vroeg voor wijn. Maar wees niet bang, ik ga niet opdrinken. Het is proeven. Dus proeven en dan in zo'n spuugbak. Een spitage heet dat. Dus dat ga ik morgen doen. En we gaan nu lekker pannenkoeken eten. Dik flit. Kijk hoe lekker. We hebben gewoon 2 pannenkoekjes. Anders wordt het een beetje te gek. Met suiker. Oh, je hebt er al 1 op. Anders is het koud. Ja, klopt. Ik ga even snel eten. Ik heb gedoucht en alles. Ik heb mijn nieuwe Zara blouse aan. Daar ben ik echt wel heel blij mee. Verder is al, is het niet te koud, maar ik doe nog gewoon even een jas aan natuurlijk. Want ik ga op de fiets straks richting het werk, want daar is een wijn tastery-achtig iets. Ik ben over 20 minuten weg, dus ik ga nog even snel mijn make-up doen. Ik zit op de fiets. Ik weet niet of je me hoort. Het is best wel koud en ik weet nog steeds niet waar mijn handschoenen zijn. Ik ging net weg van huis en toen zei Ilayla, daaah, vet schattig. Ik moet trouwens niet te hard gaan fietsen, anders ga ik zweten. Ik heb geen zin in. Hey, ik ben weer thuis. Ik heb net na de wijnproeverij even geluncht. En toen ben ik naar huis gegaan. Ik lig op de bank. Ik wou eigenlijk even een dutje gaan doen, maar 24 Kitchen heeft... die heeft altijd van die programma's, daar blijf ik naar kijken. Jamie Oliver en Anthony Bourdain en dat soort dingen. Dus ik kijk daarna terwijl ik half in slaap val. Oh, maar misschien ga ik even mijn ogen dicht doen, want ik ben echt moe. En dan zien we wel even. Kijk, Ilayla heeft vandaag voor het eerst handschoenen, echt winterhandschoenen aan. Vet cute. Hallo Ilayla. Ik heb dus niet meer gedut, maar ik ga nu even naar de winkel, want ik ga een soort van Turkse eten maken. Tjatjik heet het, tjatjik. Ik kan het niet goed uitspreken, maar dan moet ik even wat verhalen. Oké, ik ga deze kufta maken en dan gebruik ik deze kruiden voor. Ik heb gehakt, een beetje peper, een beetje zout. Ik heb een uitje en die ga ik... Hallo, dit is mijn hele rommelige kast die ik ga opruimen. Die ga ik raspen daarin en hier komt alles... bij, zeg maar. Het staat net te hoog, maar ik kan niet anders. Oké, een ui en ik pak de fijnste van de rasp. En die doe ik in dezelfde pan waar straks de dingen ook in gaan. Oké, ik doe eentje. Dezelfde bak eigenlijk waar alles eigenlijk in gaat. Zo raak je die sappen niet kwijt. Het lijkt net appel, maar dat is het niet. Ik ga ruiken alsof het... Jongens,
ben gierig voor uien mee eten. Beetje zout. Nu wat peper. Ik gebruik gewoon zwarte peper. Het zakje is al veel te lang open. Een nieuw zakje. Van de hele zak. Ik heb gewoon geen trouwring meer om. Dus de enige tijd, het enige moment, wauw, Siska, dat ik geen trouwring om heb, is wanneer ik gehakt ga doen. Het is gewoon van de Lidl breadcrumbs, dat is paneermeel. 1 ei gaat erdoor. Oké, we gaan de Turkse tzatziki maken. Heel slecht dat ik dat zo zeg. Vroeger durfde ik ook geen Hindoestaanse praten, omdat iedereen me altijd ging uitlachen. Dus, vandaar. We hebben weer de rasp. We hebben een kommetje waar het in gaat. Komkommer. Eén teentje knoflook. Ik gebruik een halve komkommer. Ik heb munt, ongeveer 10 blaadjes, of 10 stengeltjes. En yoghurt. En dan heb ik volle yoghurt, want dat is wel zo lekker. Dus we gaan de komkommer even... Zo, en dan de helft ongeveer. Nou ja, hè. Het hoeft geen prijs te winnen. Dus of het nou iets meer of iets minder is, is niet erg. Ik ga hem wassen. Hoor je, ik was hem. En dan gebruik ik deze grote voor de komkommer. Want dan krijg je een beetje van die sliertjes. Ja, voorzichtig. Oh, lekker als mijn handen naar knoflook ruiken. Daar zijn we weer. Er gebeurt van alles en nog wat. Oké, er hoeft geen peper en zout in. Dat heb ik gelijk even gecheckt. Dan nu de munt. Nou, daar hebben we de Turk. Die gaat even proeven. Hallo, even normaal. Wat zijn er voor woorden? Nou, dat ben je. Kijk. Mama. Ik moet even bukken. Mama Supreme. Hij is wel pittig hoor. Ah, je ligt. Ja, hij is lekker. Ja? Ja? Nog iets erbij? Nee. Nee? Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Dan ga ik nu... Prima hoor. Ja? Ik ga nu kuftar maken. Oké. Moet daar nog wat in? Ik heb gewoon hier zakje kruiden gehad. Ja, een beetje serie moest erin. Ja, ben ik vergeten te halen. Oké, ui. Ui nog erin? Ja, niet zoveel. Half nog uitje? Ja, een klein half ui. Heb ik erin, jongen? Zit er ui in? Ja, ik ben begonnen met ui. Oké. Ja? Oké, dan ga ik het dan maken. Nou, dit is het eindresultaat. Het is een beetje slecht licht, maar volgens mij is het wel lekker. Het ziet er mooi uit. Wow, dit is trouwens de vlees. Het is veel te donker, maar zo zwart is het niet geworden. Ik ga even lekker verse munthee maken. Oeh, en ik heb... Kijk. Oké, dit is misschien echt stom, maar ik heb koekjes in een bakje gedaan. Anders eet ik alle koekjes op. En het is een bastonje, dus ja, dat gaat echt op. Gelijk, bam, hele bak. Dus ik heb gewoon netjes in een bakje koekjes gedaan, dat ik zeker weet dat ik niet meer ga eten. By the way, wacht even hoor. Ik heb net gehoord dat ik weer een nieuwe samenwerking heb met de winkel webshop. Daar krijg ik morgen wat meer informatie over, want ik heb het echt net gehoord. Dus het is nu, ja, het is, hoe laat is het? 10 uur of zo, 9:30? Nee, 9 uur. Dus weet je, no business even nu. Gewoon even nu chill. Maar binnenkort hoor ik daar meer over. En dan laat ik jullie wel even weten van hoe en wat het is en zo. Want als ik nou precies, als ik zelf precies weet wat het is, dan kan ik het jullie vertellen. Oké, ik ben zo blij. Ik ben meteen vergeten. Goedemorgen, het is... Wat voor dag is het? Woensdag? Ja, het is woensdag.
Het is 7:50 in de ochtend. Ik ga even ontbijten en dan ga ik zo aan het werk. Volgens mij is het heel koud buiten en ik ben nog steeds mijn handschoenen kwijt. Dus ik ga denk ik zo gewoon Ferry's handschoenen pakken. En hun twee liggen nog gewoon lekker te slapen. Oh. Maar ja, vandaag werken en morgen werken. Ik ben thuis. Kijk eens. Deze verstrooide professor. Ze heeft de stage eruit gehaald. Ik was... Oké, waar ga je heen? Dankjewel voor je kwelhand in mijn gezicht. Kijk met haar mooie vest. Dankjewel, Pepper. Dat is echt leuk. Dat is leuk. Dat is echt nieuw van nou. Maar ik was 4:45 al vrij lekker. Chill. En we gaan zo eten. Lamskoteletjes. Daar heb ik echt zin in. Ah, ik ga vanavond echt chill. Niks doen. Ah, zie je, kijk, ik heb rugpijn. Oké, het is een beetje donker, maar lamskoteletjes met een of andere honingmuntsaus, denk ik. Bloemkool en aardappelpuree. Hey, goedemorgen. Sorry, ik ben weer op het werk. Ik zag even mijn sleutel. Ah, het is vroeg. Het is koud. Ik ga werken, ik heb zin in koffie. Ik ben alweer thuis. Ik heb even mijn bril opgedaan, want mijn lenzen waren... Mijn ogen waren droog. Ja. Oh, ik ben boek, ik heb honger. Ik heb zin in die lamskoteletten van gisteren, echt. Wij hebben de camera besteld. De Canon G7 X Mark II. Ah, hij is echt heel mooi. Dus dat komt morgen. Ik ben blij. Ik krijg morgen nog een pakketje. Oh ja, ik heb haarmasker bij John Berens besteld. Want dat heeft mijn haar echt nodig. Mijn haar is een beetje... En er was nog iets. Nee, dat was het. Ik heb weekend. Yeah, ik pas volgende week donderdag weer te werken. Dus ik heb gewoon een week dat ik niet hoef te werken. Lekker. Goedemorgen, het is vrijdag. En het is 9:30 geweest net. Ik ben nog gedoucht. Ik heb trouwens een nieuwe jurk. Een lekkere warme winterwolle jurk van de Primark. Dat was 16 euro volgens mij. Is wel echt lekker. Het is heel donker buiten. Het is echt vies grijs. En ik wil eigenlijk vandaag gaan filmen. Daarom heb ik nog geen make-up op. Maar even kijken. Vandaag komt mijn camera binnen. Vandaag komt hopelijk het onderdeel binnen voor mijn laptop. En Ferry zit nu achter de computer. Want om 10 uur begint de kaartverkoop van Ariana Grande. Even volgend jaar mei. Daar willen we heen. Dus kijken of dat lukt. Kijk, het is 10 uur en we staan in de wachtrij. Ja. Hier. En bij deze ook. Maar die gaat wel sneller. Ferry was er net in, maar dat was voor 10 uur, hè? Ja, en toen ineens, bam, was dit er. Kijk dan, er staan ook heel veel mensen proberen vandaag Ticketmaster te bereiken. I've been there all night, I've been there all day. Waiting for Ariana Grande tickets. Nog even geduld. Nee, maar het is al begonnen, toch? Ja. No, kijk deze zo. Kijk. Er zijn geen tickets meer beschikbaar. Binnen 8 minuten was er niks meer. We zaten om 9:55, zaten op de site. Ja. Te zoeken. En kaartjes te selecteren. Jongen, we raakten niet gewoon. Jeetje, mina. Maar we konden, zeg maar, de meest beschikbare tickets was steeds 1. En we zijn met z'n vieren. Ja. Of je moet €200 betalen. Ja, dat gaan we echt niet doen. Helaas, pindakaas. Peanut butter. Jammer. Ja. Zoeken, denk ik. Nou, ik wou zo graag naar die. Ja, ik ook. Leem, echt leuk. Jammer. Dat is de postbezorger. We staan al 10 minuten te wachten. Maar hij komt er. Ilayla, mama krijgt een nieuwe camera. Oh, daar is die. Yeah, yeah. Oké, Ferry doet de deur open. Oké, je mag niet mijn adres zien. Nou, hier kan ik wel op de deur. Oké. Ik wil niet. Kijk dan. Dat is cool. Even kijken, boekjes. Waar zit
Boekjes, haha, boekjes. Kijk, net een blokje boter. Wauw, kijk nou. Wow. Hij is vet cool, joh. Wow, hij is wel zwaar. Liefie, wil je ook zien? Wauw. Hij is vet mooi. Wat zit er verder nog bij? Oh, de oplader. Wauw. Hij is echt vet. Hoe blij ben je? Ik ben heel blij. Ja, nu neemt hij op. Wauw. Vet mooi beeld. Ik ben nog wel een beetje onwennig hiermee, maar... Hallo! Hallo! Ik heb een nieuwe camera. Dik. Wauw, daddy belly. Vet mooi. Is wel... Ik heb normaal mijn camera in mijn rechterhand, volgens mij. Nou, dat kan. Hier zit ook zo'n dingetje. Ja, dat heb ik liever. Mag ik eens... Ja. Ik moet niet vergeten om gewoon in de lens te kijken. Ja, zo. Nou jongens, dit is mijn nieuwe camera. De G7X Canon PowerShot. Mark 2 ook nog. Mark 1 is nog niet alleen. En we weten nog niet hoe het geluid is en dat soort dingen. Maar dat komt vanzelf. Komt vanzelf. Of niet, madame? Ja. En er zit dus ook zo'n klepje of schermpje bij die je kan flippen. En dan kan je gewoon switchen. Nu ben ik cameraman. Hallo cameraman. In plaats van vlogger. Hoe ziet het kleur? Hoe ziet het kleur? Ilaya, kleur waarvan? Van de... Wacht, ik laat je iets met kleur zien. Hoe is de kleur? Nee, maar hij moet eerst even scherp stellen daarop. Ja, goed. Ja? Ik zou gaan filmen en toen ging de deurbel en toen kreeg Ferdy een vet groot pakket binnen. Het zou eigenlijk maandag komen, maar het is er gewoon al. Wauw. Dit is zijn nieuwe beeldscherm voor de computer. Kijk, dit is een widescreen. Nee, ultra-wide monitor. Oh, joh, kijk dan hoe breed. Dit is ons speelgoedparadijs trouwens. Ilaya ligt op bed. En ik had alles al klaargezet om te gaan filmen. Zoals... Oh, dat was een vet lelijke engel van mijn buik. Zoals dit paletje. Dat heb ik net geswatcht. Ik ben er niet heel erg tevreden mee. Maar ik moet hem nog even op mijn ogen zien. Wow. Dit had ik niet verwacht, joh. Wauw. Ferdy gaat vanavond weg. Ik ga lekker op jouw computer editen. Oké, ik heb net een tutorial opgenomen van deze look. Ik ben er heel blij mee. Vooral, ik moet daar kijken. Ik moet niet daar kijken. Ik moet daar kijken. Daar. Vooral omdat je met deze camera gewoon de kleuren veel beter ziet. Wat je dan ook ziet, is wat ik laatst bedoelde met... oh, dit moet je even zien. Wat heb jij daar, liefje? Wat is dat? Ga je je gezicht poederen? Ah! Oh, haar aan de kant. Ja, je wilt je haar niet vast hebben. Mooi! Wauw! Wauw. Je bent op deze camera ook weer zo mooi. Oké, maar wat zei ik? Ja, dat je dus ziet dat die oogschaduwkleur, vooral roze, bij mij heel sterk grauwig lijkt. Maar, Oké, ik ga even dit mapje vermaken. Ah. Mooi kind. En wij eten pizza. Ik kreeg laatst de vraag, ik krijg wel vaker de vraag waarom ik rundvlees eet. Ik eet dat gewoon. Ferdy eet geen varkensvlees. En als ik dat er dan bij vertel, zeggen mensen van, oh, maar dat is dan toch niet eerlijk. Nou, ik vind het wel eerlijk. Ik heb heel wat jaar geleden besloten om gewoon te eten wat ik wil.
En Ferdy heeft besloten dat hij, nu hij volwassen is, nog steeds geen varkensvlees wil eten. Ondanks dat hij niet echt super gelovig is of iets. Dus ja. Ik eet gewoon alles en Ferdy eet geen varkensvlees. En Ilayla eet, heeft ze varkensvlees? Ja, die heeft wel varkensvlees geproefd, maar die eet het nu gewoon nog niet. Omdat wij thuis niet eten. Dus dat is het eigenlijk. En wij eten trouwens pizza. Lekker. Snoepie, snoepie. Dus. Mijn naam is Ferdy. Zie hoe mooi dat al zo pakt. En dat zijn allemaal... Ik ben 27 jaar oud. En ik heb een nieuwe camera. Of dat wordt heel saai van mijn voeders. Maar... Deze is eigenlijk Francisca. Maar wat wel voor mij is, ga ik jullie even laten zien. Ik mag heus wel een keer even de vlog overnemen voor heel eventjes. Dus ik ga jullie nu even wat laten zien. Ik ga even de scherm ga ik even flippen. Dat is wel even wennen, man. Oké. Switch the screen. Of de camera. Hier, check. Je denkt, waar eindigt het? Ik weet het niet, man. Oh, daar. Ja, yes, it's nice. Ik moet even scherp stellen. Oké. Okay. En dit is het scherm. Super breed. Super breed beeld. En hij is echt super nice. Ik weet niet wat hij doet. Kom zo, lief. Wat doe je? Melk nemen. Voor de warme chocolademelk? Nee. Voor wat dan? Een lekker macchiato. Ah? Professionele ijsbreiders hebben daar een soort meetapparaatje voor. Wij natuurlijk niet. We gaan een klein beetje blokken. Ik weet wel zeker dat het goed komt. Hey, goedemorgen. Het is bijna 8 uur zaterdagochtend. Kijk wat een mooi beeld. Ik heb met mijn nieuwe camera. Echt, het is geweldig. Ik ben zo blij. Laat even weten wat je van het beeld vindt, want ik ben wel benieuwd. Het is zaterdag. Ik ga even een broek aan doen. Ik heb geen broek, hè. Brood eruit halen. Thee en koffie maken voor jullie en mij. En zo even douchen. Mijn schoonmoeder komt om 10 uur, want die heeft een grote auto. En Ferdy en zijn broer gaan onze schuur leeghalen met alle dozen die we de laatste tijd hebben gehad. Sinds Ilayla eigenlijk. Van de spullen, babyspullen en zo. Dus dat gaan zij doen. Ik ga zo even naar de winkel. Ik heb die roze jurk laatst gehaald. Ik weet niet of je die al gezien hebt. Maar ik vind hem toch... Ik heb hem ook in het groen en die zit fijner. Omdat die qua kleur... Die roze maakt me gewoon te dik. Dus... en als ik erover ga twijfelen, dan laat ik hem liggen en dan ga ik hem weer terugbrengen. Dus ik ga dat vandaag gelijk doen, heb ik dat ook gedaan. En voor de rest zien we wel even, ik ben lekker vrij, dus lekker genieten vandaag. Time voor dinner. Ik eet shawarma. Een kippendijfilet heb ik zelf gemaakt met aardappelschijfjes, sla. En ik heb nog een lekkere dressing. Deze, dit is mijn onion. Oh my god, ik heb net een film gezien van Jennifer Lopez. Dan ben ik gewoon die naam kwijt. The Boy Next Door. En ik wist dat het een film was over stalken en dat soort dingen. Maar dit was echt dat ik dacht, wow, ik was een beetje freaked out. Ik werd gewoon, ken je die film dat je zenuwachtig ervan wordt? Dat had ik dus. Dus ik dacht, het is nou nog vet vroeg. Ik wou eigenlijk een film kijken, maar ik ga gewoon... Gilmore Girls kijken, laatste seizoen. Want 26 november komt nieuwe seizoen, dus even iets leuks, echt vreselijk. En weet je wat erg was? Mijn wijn was niet meer goed, was te lang open. Hey, goedemorgen, het is zondag, het is 10 voor 10. De klok is een uur teruggegaan, ik was om 9:30 wakker. Nee, ik was om 9:00 wakker. Ja, Ilayla is gisteren bij mijn moeder gaan logeren, ik weet niet eens of ik dat had verteld, dus... Ik heb me eigenlijk best wel verveeld gisteren, want Ferdy was natuurlijk gewoon gaan gamen. Dus, ik ga alleen ontbijten en dan ga ik even douchen, haren wassen, nog even wat dingetjes doen denk ik, ik weet nog niet. En dan richting Hoogezand mijn kindje ophalen, maar het is vandaag ook Diwali en we vieren het niet
Ik vier het al niet sinds dat mijn ouders in scheiding liggen. Maar we gaan dit jaar voor het eerst met z'n allen samen eten. Dus ja, dat is wel leuk. En ik zal nog even mijn ontbijtje laten zien. Ik heb een speldbol met kaas en een best wel grote kop thee. Inmiddels zitten we in de trein. Ik moet leren om daar te kijken. We zijn naar de Starbucks geweest. Ik heb een caramel macchiato, want er was geen pumpkin spice latte meer. Een raspberry cheesecake. En jij hebt? Tea. Mint citrus green tea. Ja, dat is nieuw, hè? Blueberry muffin. Oh, die thee ruikt wel heel lekker. Super nice. Oké, okay. Let's go. Kijk hoe lekker, vet klein stukje. Kijk eens wie er is. Ilayla. Hi. Ben je aan het dansen? Ben je aan het eten, Ilayla? Wat eet je? Pulori, hè? Lekker. Niet lekker? Mijn moeder heeft pulori gemaakt en bakken banaan. Nou, bakken banaan kennen jullie wel, gebakken banaan. Mijn pulori is gemaakt van gele erwten. Vind je het lekker? Lekker, lekker. Hey, inmiddels ben ik alweer thuis. Oké, het was vandaag dus Diwali. Dat is een Indonesische feestdag. Dat vier ik al bijna 5 jaar niet meer. En dat komt omdat mijn ouders al 5 jaar in een scheiding zitten. Dus voor het eerst dat we vandaag... We hebben niet uitgebreid gevierd of zo. We hebben alleen gegeten samen. En dat was heel leuk. En toen gingen we naar huis. En ja, weet je, als je ouders al 5 jaar in een scheiding zitten... Dan krijg je af en toe... Sorry. Krijg je af en toe... Van je ouders, ja, die heeft dit gezegd, die heeft dat gezegd. Weet je, de standaard scheiding shit. En dat, ik weet niet. Op een of andere manier heeft het me zo geraakt vandaag, op zo'n dag als vandaag. Dat ik, oh, ik heb net echt zo gejankt. Ik weet niet eens, volgens mij kan je het wel zien, kijk, je mijn make-up is uitgelopen. Maar zo gejankt en dan op Ferry afgereageerd, wat totaal niet de bedoeling is. Want mijn ouders zitten in die scheiding en niet wij, maar... Sorry, normaal vertel ik dit soort dingen niet, maar dit gebeurt er nou, weet je. Normaal had ik dan niet gevlogd en dan had je zo'n gat in mijn vlog gehad door dit soort dingen. Sorry, ik zit even te kijken. Dus ja, maar het heeft, ik vond het zo kut dat ik dacht, oh jeetje, dat 5 jaar. Weet je, ik heb me heel erg, kijk mijn nagels wel. Ik heb me heel erg kut gevoeld daarom, heel lang. Totdat ik zwanger werd en na mijn zwangerschap ook weer. En nu heb ik zoiets van, oké, nou, I'm in a happy place. En in één keer voelde ik me zo kut daarover, weet je. Dat ik dacht, wow, ik wil dit niet. Je hebt maar één leven. En als je dan niet meer bij elkaar wil zijn, doe dat dan niet. Maar ga dan niet elkaars leven zuur maken. Mijn moeder kijkt het toch niet. Dus... Weet je, ga elkaars leven dan niet zuur maken. Dus... Ik hou erover op, maar dat is dus het effect. Dat heeft dus nu zo'n effect op mij dat ik me echt vet kut voel. Ik heb me echt gejankt. Ik weet niet of je mijn wimpers kijkt, mijn wimpers zijn echt spinnenpoot geworden. Dus ja. Ik heb ook totaal geen zin om de vlog nu te gaan editen. Want mijn hoofd staat gewoon niet. Dus ik ga slapen. Ik ga deze vlog ook nu afsluiten. Ik ga deze vlog morgen editen. Dus hij komt dan wat later online. Sorry, dit is de reden. Je mag me gaan bashen. En je mag nu gaan zeuren op me. Dat ik me niet aan mijn afspraak hou. En bla bla bla. Maar mijn hoofd staat er nu gewoon niet naar. En hey, het is mijn vlog. Ik ben degene die het moet editen. En als ik dat nu niet wil en kan doen, doe dat niet. De vlog afsluiten. Ik hoop dat je de weekvlog leuk vond. Ik hoop dat je ook net zo blij bent als mij dat ik een nieuwe camera heb. En laten we hopen dat in de vlog die er nu aankomt, dus de nieuwe vlog, mijn laptop weer gefixt is. Want als ik iets zo irritant vind, is dat mijn laptop niet doet. Anders had ik nu lekker op de bank daar bij mijn Hello Kitty deken kunnen neerliggen en kunnen bloggen. Dus
ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Duimpje omhoog te doen. Laat me weten wat je het leukste vond van de vlog. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat wil ik wel weten in de comments. Wat vond jij het leukste van de vlog? Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.